Ga je er dan vangen? Snottebelly? Het is weer gelukt om te laten komen, want een gezelschap van onze meisjes. Ik kijk nu helemaal scheel. De kindjes eten lekker pannenkoek. Koning Nevan. Goedemorgen op deze dinsdagmorgen. Vandaag is bij de winkel de actieweek begonnen. Vandaag is dus de actie dat alle oranje items met 27% korting zijn. Als je dit nu ziet, ja, dan ben je eigenlijk al een dag te laat. Dus ik zet het ook wel onder mijn vlog van gisteren, zeg maar. En voor morgen alvast, dan is het super sale. Dus zeker ook de moeite waard om even op onze website te kijken. En Nevan heeft vandaag koningsspelen op de opvang. Dus we gaan natuurlijk even leuke vlaggetjes op zijn wangen maken. En heb ik een leuk t-shirtje voor hem gescoord bij de Hema met trompoesjes erop. En nog een leuk kroontje van de Action. Dus helemaal leuk. Ik denk dat hij het wel leuk vindt. Hij is nog niet wakker trouwens. Het is al 7:30. Dus ik ga hem zomaar eens even wakker maken. Ik ben al aangekleed. Nomee en Niva zijn ook al aangekleed. Nomee, haar haren moeten nu nog even gedaan worden. En dan Nevan. En dan kunnen we dus weer racen naar de opvang en naar school. Dus dat staat er nu voor nu even op de planning. Ik ga nu Nevan toch maar echt wakker maken. Anders gaan we het niet redden. Hey kerel, word je wakker? Word je wakker? Hi lieverd. Heb je lekker geslapen? Nee? Is niet leuk hè, wakker maken. Oh. Nee van. Wauw, ben je een mooie koning? Joehoe! Koning spelen, hè? En we moeten weer eens chasen om op tijd te komen. Ga je dan opvang, Snottebelly? Snottebelly. Het is weer gelukt om te laten komen, want Nomee, haar juf, is ziek. En daar kwamen we op het laatste moment achter. Dus Nomee gaat vandaag de hele dag gezellig met mama mee naar de winkel. Werkelijk jongens, het kan ook nooit normaal gaan. Dan gaan we weer, let's go! Ik wil jou eerst. Wij zijn druk bezig om de sale af te prijzen en we hebben gezelschap van onze meisjes. Joehoe! Want juf is ziek. Het is inmiddels weer tijd voor de lunch. Ik maak weer lekker mijn yoghurt met aardbeien. En weer lekker met de muesli met chocoladestukjes in. En de meisjes hebben een lekker broodje met filet. Zou ik eigenlijk ook wel zin in hebben. Maar goed, wij gaan voor de yoghurt met muesli en aardbeien. Lekker meisjes? Ja. Ik vind het wel gezellig hoor dat je de hele dag bij mij bent. Jij ook? Ik ga mama in de winkel. Wat zit jij te snoepen, hè? Of gebleven paaseitjes, hè? Oh, wat een gelukje. En Nomee heeft gezelschap van Sanne. Sanne krijgt weer mooie haren. Dat is gezellig, Nomee. Ja, laat me zien. Oh. Ach, wat een schattig. Zelf gemaakt, hè? Zo'n schattig poesje wil ik ook wel. Nee, die kan niet. Ja. Hier gaan zitten.
chillen in die stoel. Bij ons, hè? Gezellig met de meiden. Veel gezelliger hier, hè, van mama. Lekker met de meiden. Mama is alleen maar achter die stomme computer dingen te afprijzen. Ik denk het wel. Dat je mee naar een tasje zelf. Leuk. Een keer wat anders. Mag me dat? Jij hebt ook een kort kopje, toch? Nee. Ik kijk inmiddels helemaal scheel, want ik zit de hele dag al achter de laptop om voor jullie de super sale klaar te zetten voor morgen. Want dat is de actie van morgen. Echt, ik heb er gewoon hoofdpijn van, hebben alle springers ingenomen. En Noemee is nu even in de kapsalon, daar is het iets rustiger. Dus is even bij Sanne, ook een collega die daar werkt, die haar haren worden gedaan. Is ze daar eventjes gezellig bij. Maar... wat een rommeltje hier op de tafel. Ze is hier de hele tijd aan het knutselen geweest vanochtend. Eerst met Isabeau. En toen later zelf nog eventjes. Maar ik ga nog even door. Ik heb nog een paar pagina's te doen. Dus wel een saaie dag. Computer. Blij dat het klaar is. Maar voor jullie echt super deals. Dus echt de moeite waard om even op www.beautyboutique36.nl te kijken. En mocht je mijn filmpjes nou fantastisch vinden, dan zou ik het echt super leuk vinden als je gratis op de abonneerknop klikt. Dan zie je als eerste alle filmpjes die ik elke dag plaats. En dan mis je niks. En ben jij dus inderdaad de eerste die het ziet. Dus even op die gratis abonneerknop. Knop drukken. En ik vind het ook super leuk als je eens een keer een reactie of een likeje achterlaat. Oh kind, mama is zo jaloers op jou. Ik wil ook een broodje filet. Maar het is op zeker. Ja, een broodje is op. Dat mag ook niet van mama's dieet. Lekker? Ja. Ook kreeg ik nog wat leuke foto's binnen van Nevan, waaronder deze. Ik zou ze hier... ook nog eventjes de rest van de foto's van de koningsspelen van hem indelen. Nu nog even de laatste pakketjes inpakken. Jullie hebben nog een weer leuke bestelling gedaan met de 27% korting op alle oranje items. Dus die gaan we nog eventjes voor jullie inpakken. En dan is het alweer tijd om richting huis te gaan zometeen. De andere kinderen op te halen. Eten. En nog even sporten vanavond. Dus ja, nog wat leuke dingen voor de boeg. Nu weer naar huis. Nevan en Niva ophalen samen met Dennis en Noemee. En lekker eten. Dat gaan we doen. Dennis kwam bij... ons in de winkel. Die heeft nog mee in de auto. Wow. Nou, kom gauw. Je broer en zusje halen. Vind je koud? De kindjes eten lekker pannenkoek. Koning Nevan. Noemee ook lekkere pannenkoek. Papa kan een klare lasagne. En mama een salade met tonijn. En dit prinsesje had al gegeten op de opvang. Ja! Joehoe! Ik heb mijn sportkleren aangedaan. Nu nog even een uurtje sporten. Ik heb er niet echt heel veel zin in. Maar we gaan het wel doen. We gaan ervoor. Gesport, gedoucht en net nog achter de laptop bezig geweest voor de super sale die morgen van start gaat. En nu ga ik Niva een flesje geven, want het is inmiddels alweer 10 uur. En dan kunnen we weer op bed. Tot morgen.